Dus ik weet niet precies hoe die er zo uitziet. De coronabesmettingscijfers dalen niet zo snel meer. De coronabesmettingscijfers, ja, die dalen niet zo snel meer. Hallo, welkom bij een nieuwe vlog van mij. Het is vandaag woensdag. Het is weer even midden van de week weer. Gaat snel, de week hangt voorbij. Er hangt de lint van eiken processierups. Die is kapot gescheurd. Ik weet niet of die hier is, maar ja, dan voel ik het wel als het ding op kruid. Dat gaat branden zo, maar ja, ik weet niet of die hier is, maar fijn. Dus vandaag weer gewerkt, weer in de zoutblokjes. We hebben wat hulp van mensen uit Vranekers. Want we hebben daar geen werk meer, dus ja, helpen ons even. 2 weken zeggen ze, maar ja, ik weet niet, het kan ook wat langer zijn natuurlijk, hè. Dus ik ga chili con carne maken. Dus ga ik van de week maken en dan komt zaterdag online. En ik kom met de Smeerdorf review, hè. Dus leuk. En lekker eten met Kees, weer komt ook weer even. Dus weer even een vlogje hier. Dus het is wat bewolkt buiten, hè. Het is zo van het weekend weer wat warmer worden, maar na het weekend wordt het weer wat kouder. Dus dat is dus altijd op en aan hier. Dus ik weet niet eens als ik hier wat rond kan lopen. Als ik niet die rups op me hebben natuurlijk, hè. Dan juk en brandwonden krijg ik van, geloof ik. Maar ja, hoe de beest hier komt, weet ik ook niet. Maar fijn. Ja, ik weet niet precies hoe die eruit ziet. Ja, wel een beetje, maar niet echt hoe hier. Hoe die er zo uitziet. De coronabesmettingscijfers dalen niet zo snel meer. De coronabesmettingscijfers, ja, die dalen niet zo snel meer. Dus de coronabesmettingscijfers dalen niet zo snel meer. Gaat niet zo snel meer. Maar ja, ook niet dat we weer in lockdown komen. Nieuw-Zeeland is in lockdown, hè? Dat weer, ja. Ja, is toch iedereen ook ingeënt? Ik snap dat niet, maar. Maar fijn, maar hopen dat het hier wel de goede kant op gaat. Maar ja, het daalt niet zo snel meer. Dus het blijft rond de 2000 besmettingen. Ja, dat is nog ook wel wat veel. Maar ja, gaat niet zo snel. Dus, maar fijn. Maar wacht hoe dat gaat lopen. Ik ben 2 keer ingeënt. Ik heb een brief gekregen voor zelftest. Maar ja, ik weet het niet. Het heeft dat voor zin. Ja, als ik op vakantie ben geweest. Maar ja, ik ben niet op vakantie geweest. Hè. Dat ik dit jaar ook weer niet doorgegaan. Maar nou, wacht hoe volgend jaar... is. Maar fijn, dus we gaan wachten. Dus ik ga chili con carne maken. De tijd niet gaat, met bruine bonen erbij en zo. En ja, ik ga er wel even wat leuks aan maken. Dus die dat gaat van de week maken rond de zaterdag online. Dus het weekend ga ik nog een kleine klusje doen. Ook voor het laatst, geloof ik. Ja, nog steeds de steen van niet schoongemaakt. Moet van het weekend wel even gebeuren, want anders weet ik het ook niet meer. Maar moet even schoongemaakt worden. Komt hartstikke ook geen in, denk ik. Zo'n gevoel heb ik het, maar fijn. Het is hier weer druk, hè. Hier avondspits, hè. Avondspits. Oeh, lekkere avondspits. Waar het goed is snel. Ja, ik zal even... Ja, wat mesjes bij de Jumbo weghalen, want dat van de Action, dat vind ik niet zo grandioos meer. Ja, ze zijn niet scherp. Vaak één keer scheren en het lijkt dat ze zomer weer stomp worden. Ik heb beelden voor werk om water en het haar en reffen te scheren. Dus ik neem wat, misschien wat duurder van een Jumbo, maar ik ga toch even proberen om die te krijgen, want het wil niet zo snel af. Ja. Dus dat is een scheerapparaat heb ik wel eens gehad, maar of je mesjes toch veel gladder wordt. Als je tenminste goede mesjes hebt. Dus, het is hier rustig, hè. Ja, mijn vriendin heeft wat last van de oortjes. Even kijken. Dus we moeten even kijken. Dus. Ja, ik heb 1 keer, 2 keer, maar 1 keer... Oren hebben. Maar 1 keer heb ik mijn oren uit laten spuiten. Ja. Ook 1 keer zat mijn oor dicht. Heb ik met slaolie erin gedaan. Toen was het weer open, maar ik heb 1 keer uit laten spuiten. Dus. Sommige mensen hebben dat er last van. Hè? Sommige mensen moeten hun oren uit laten spuiten. Mijn vader heeft er last van gehad, mijn moeder ook wel. Dus
Dan gaat het goed met moeder. We gaan zaterdag weer heen. Nee, moet toch heen naar die vrouw toe. Maar ik heb ook het idee dat daar ook niet veel mensen komen. Ja, mijn tante en mijn andere tante komen wel eens. Mijn broer ook wel eens. Zegt hij wel, maar ja, mijn moeder zegt van niet. Maar ja, dan weet ik het ook niet, jongens. Ik ga niet mensen achter de broek gaan zitten. Dus ja, mijn moeder zegt ja, dat mijn broer haast nooit komt. Ja, mijn broer zegt, ik kom wel. Maar ja, ik weet het dan ook niet, hè. Dat is voor mij ook wel aardig, daar. Dus, mooi groene plaatjes nog. Ja, ben in september over 2 weken zo, september. We gaan weer de donkere maan weer in. Benieuwd, ik kijk wanneer ik bij de action kom weer. Moet ik weer een action? Ja, moet nog goede dingen hebben voor action, maar ik heb niet zin om daar vanavond nog heen te vliegen. Kijk, als er pepernoten zijn, ik denk dat september ongeveer daar wel weer pepernoten zijn. Nou, vroeg vind je dat, ik vind het wel vroeg. En weet je, september is ook weer kerstspel daar. Ik vind het allemaal te vroeg, jongens. Ja, ander. Ik zou zeggen, maar halverwege september heb je het ook een kerstspel. Ik vind het een beetje, ja, een beetje jammer. Jammer, ja. Ik vind het wel een beetje te vroeg. Pepernoten al. Ik denk dat ze volgende week zo wel liggen. Ik weet niet wanneer ik bij deze action kom. Zo kan ik wel van jullie zien als de pepernoten liggen. Maar ik denk niet dat ik in deze dagen daar kom. Maar ja, ik moet nog veel geur dingen hebben, want ik vind ze daar goedkoper dan bij de Jumbo. Daar hou je blauw aan die dingen. Maar ik denk dan wel dat begin september wel de pepernoten bij de action weer liggen. Kerstspullen, daar ligt ook eind september of zo, begin oktober. Ik vind het allemaal te vroeg, maar fijn. En Halloween, ja, dat zal wel aas ook weer komen, denk ik, want dat duurt ook niet zo lang meer, hè? 2 maanden. Ja, augustus zijn we nu. September, ja, 2 maanden. Oktober. Ja, zien wat als we met de kerst met z'n allen vieren kunnen. Ik weet het niet. Ik durf er niks op te zeggen, jongens. Ik weet ook niet hoe het allemaal daar voor staat. Maar fijn. In ieder geval, dan ga ik zo de vlog weer sluiten. Ja, ik ga thuis. Ik ga zo weer thuis, want je geeft een Dumbo weer wat spullen halen van Sido Kamer. Anders moet ik het morgen nog halen. Ga ik het morgen even opnemen, donderdagmorgen. En dan komt het zaterdag online. Speciaal van een fan van mij. Ik ben je op naam weer kwijt. Maar ja, maakt me niet uit. Je weet wel. Je weet wel wat ik bedoel dus. Sido Kamer. Mijn vriendin is niet zo lekker, niet zo gek op. Dus dan maak ik het morgen even. Ja. Nu ben ik vrijdag weer met een nieuwe vlog. Verschijnen jullie aan het parkje even weer. Maar fijn. Dan zien jullie me zo weer even. Tjus. Ik ben thuis dus. Ik heb een boel van de Sido kannen gehad. Dus ik kan nog maken. Kijk. Bonen en zo. Dus ja. Helaas ben ik toetje vergeten. Ik dacht dat ik toetjes mee had genomen. Maar ben ik dat ook glad vergeten. Nou ja. Het is niet erg. En. Dit jongens. Smirnoff ijs. Ja. Dan ga ik weer review doen. Ik drink niet de hele fles leeg. Die gaat morgen opnemen voor zaterdag, dus misschien van weekend nog wat op gaan drinken, maar die fles gaat dus niet leeg. Dus geen toetjes, ik dacht dat het toetje meegenomen had, maar fijn, helaas. Maar in ieder geval, ik ga van de week Sirikander maken en dan de Smirnoff review. Dus dat gaat zeker goed komen en dan ga ik deze vlog weer sluiten, want ik ga zo eten, want ik heb al zin in wat eten. En dan zien jullie mij vrijdag weer terug met een groot nieuwe vlog van mij en zaterdag de Sido Kamer kookblog. U zeggen door in een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer leuke video's. Volg mij op Instagram. En dan zien jullie aanstaande vrijdag weer terug met een groot nieuwe vlog van mij. Tot dan. Doei.